Bonjour Nintendo fan, c'est une Nintendo video. Tot zover mijn Frans. Je kijkt niet naar een Franstalig YouTube kanaal, het is gewoon een Nederlandstalig YouTube kanaal. Ja, Impa die zei een dag niet gelachen is een dag niet geleefd, dus ik dacht ik ga maar Frans praten. Baguette rotoir! Oh ja, ja knap. Ja, jij kan ook Frans. Ja, ja, ja. Anyways, welkom bij een nieuwe Miitopia video. Dit is Nintendopia, dus we spelen met allemaal Nintendo characters. Ik ben een kat, ja. Ja, daar heb ik verder ook niet zoveel over te zeggen. En we hebben nu Mario en Zucker van de partij. En we zijn onderweg naar Professor Oki. Wacht eens even. Hey, wie is er dol op pret en spellen? Dat ben ik, de enige echte quizmaster Professor Oki. Oké, Oki. Okidoki. Wil je mijn Chris Wie Is Het proberen? Nou, ja, helemaal goed, jongen. Dan kan de show nu gaan beginnen. We hebben gelijk even een quiz. Nou, oké, okay, ik ben benieuwd. Ik hou van quizzies. We krijgen 3 vragen en we moeten gaan beginnen. Nou, wat zijn je 3 vragen dan? Vraag 1 is... Wie is Toad? Nou, de eerste is natuurlijk Toad. Hij is dan wel kaal hier zo. Kale Toad. Vraag 2. Wie is Toad? Alweer? Hier, nummer 1 is Toad, jongen. Waarom heet hij Toad? Dat is niet zo moeilijk. Krijgen we bij vraag 3 nu weer de vraag wie Toad is? Wie is Zelda? Ja, dat is ook duidelijk. Zelda is met groene ogen natuurlijk. De laatste aan de rechterkant. Alright, en die is ook goed. Nou, dit waren nou niet echt de allermoeilijkste quizvragen, meneer. Wat winnen we dan? Gefeliciteerd. Je hebt eerlijk gewonnen. 5 HP banana. Oké, doei. Dag, doei ook. Bedankt voor je hulpie. En we gaan nu richting de oase. Richting Mario. Daar gaan we, jongens. Met Epona. Met Mario en met Zucker. En als je dit leuke video's vindt, doe een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. We hebben nu dus heel een ander team. Want in het begin hadden we Red. We hadden Toad. We hadden Zelda. En nu hebben we Mario en Zucker opeens. Maar Mario die vraagt, heb je eigenlijk een strijdkreet? Nee, heb ik niet. Oh, oké. Misschien ging die wel een strijdkreet voor mij verzinnen, dacht ik. Maar nee dus. Mario is niet echt creatief, blijkbaar. Ik ben benieuwd of dit hem gaat worden, jongens. Of ik een beetje verder kan komen in de teampie. We moeten tegen een vrouwenfresco en een gnoompie. Hopelijk kunnen we iedereen gewoon een klein beetje gaan verslaan. En dan gaat het niet allemaal te moeilijk worden. Want, ik weet het nog niet, hoor. We zijn weer allemaal laag level. En dat vind ik best wel raar. Want we waren in het andere team. Waren we allemaal level 10, 11, 12 volgens mij. En nu moeten we een soort van weer opnieuw gaan beginnen. Kijk, Zucker is ook gewoon bijna dood. Die gaat gelijk een banaantje choppen. Lekker, man. Lekker banaantjes. Maar ik had je beter HP-strooi zou kunnen geven, dude. Die had even rustig aan moeten doen met die banaan. Dat was helemaal nergens voor nodig. Nu heb je banaan verspeeld. Anyway, Mario is level omhoog. En Zucker is ook gelijk naar level 2. Dus dat is heerlijk. We hebben 8 bonuspunten. Die geven we dan ook even aan Zucker. Zodat hij ook zo snel mogelijk level 3 wordt. Net als wij. Dan gaan we door. Ziet er nu wel leuk uit, vind ik hoor. Met Zucker en met Mario. Ik ga even omhoog. Want hierboven stond Mario. Die staat hier bij de oase. Dus even kijken wat die daar allemaal aan het sjouwen is. Ja, Mario is ook een vreedzakkie volgens mij. Oh, we moeten tegen Skorupies, jongens. Hoppakee, Skorupi 1 is weg. Skorupi 2 is ook weg door Mario. En dan hebben we hier nog het plakketje. Wat gaat hij doen? Wat gaat Zucker? Zucker doet een warming up. Warming up? Je kan beter gewoon slaan, jongen. Gewoon klappen die handel. Kom op, Zucker. Maak hem kapot. Brutale drietand aanval. Let's go, jongen. Oké, dat was wel sick. Dat was wel sick. Lekker gedaan, Zuckertje. En we brengen Zucker dan ook naar leveltje 3. Heel nice. Hey, bedankt voor het bestellen van de merch. Hey, super tof. Heel veel plezier met je Rikka TV t-shirt. Ja, dan krijg je nu gelijk een melding. Dankjewel daarvoor. Wil je ook merch? Check de link hieronder in de beschrijving. En wat Zucker wil, is een nieuw wapen. Hij wil een vork. Ga jij lekker een vork kopen, jongen. Nou, veel plezier ermee, jongen. Ik heb trouwens echt knijterveel eten gewoon, hè. Ik heb schorpioenen. Zucker vindt schorpioen niet lekker. Mario vindt de schorpioen niet lekker. Vind ik een schorpioen lekker? We vinden schorpioenen allemaal smerig, zo te zien. En wat vind jij van een wolk? Oh, kijk, ja. Zucker vindt de wolk echt super heerlijk lekker. Nou, dan ga ik die even bewaren. Geef ik Mario even de wolk een spin. Jeetje, Mario lust helemaal niks. Wat een zeikert, jongen. Nou, we zitten allemaal vol. Doei. Kijk, we kunnen nu naar Wario. Wat is Wario hier aan het doen, jongen? Met zijn mooie pruik. Ja, natuurlijk is hij weer lekker hamburgertje aan het choppen. Chop, chop, chop. Oh, verheerlijk. Oh, wat lekker. De perfecte verhouding tussen vlees en groente. Een symfonie van smaken. Het sappigste vlees dat ik ooit gegeten heb. Een oase van kostelijkheden in de woestijn van mijn mond. Oh, hallo. Ik ben de reizende fijnproever Wario. Het beste in haute cuisine brengt me naar hogere sferen. En ik moet het absoluut proberen. We hebben lekker kebab. Ah, oh, daar heb
ik ook wel trek in nu, jongen. Lekker kebappie. Oeh. Nou, we moeten weer verder. We moeten weer door. Ik weet nog niet waar we naartoe gaan op dit moment. We vinden hier een hoog stront of zo, denk ik. Mario die zegt, lijkt alsof iemand hier iets heeft verstopt. Nou, ga jij maar lekker even in de poep graven, jongen. Lekker wat. Oh. Lekker bezig. Oeh. Hebben we nou gewoon dikke monies? Lekker, man. Lekker bezig, Mario. Ik denk dat je een beetje smerige handen hebt nu. Je moet niet aan je handen ruiken. En je moet je handen zeker niet in je mond stoppen. Dat lijkt me niet zo slim. Ik weet alleen niet of ik nu de goede weg heb gekozen. Want ik heb niet opgelet. Misschien heb ik nu wel de moeilijke weg gekozen. Oh, man. Zucker en ik krijgen weer ruzie. Oh, waarom nou ruzie maken, jongen? Maak nou eens geen ruzie, man. Jullie kennen elkaar pas net. Waarom moet je nu al ruzie maken? Oké, de volgende battle. Ik ben benieuwd of we dit gaan overleven. Ik ben benieuwd of we hier sterk genoeg voor zijn. Of we de juiste weg hebben gekozen. Zo te zien wel, want de fresco is al kapot. Nu moeten we alleen nog de cactus even kapot maken. Terwijl de cactus ons ook even kapot maakt. Oh, maar ja, Zucker die. Zucker is best wel sterk, man. Zucker is wel een basie. Hoppakee, we gaan zelf naar level 4. Dit gaat hard. Hopen dat we heel snel nu ook gewoon weer level 10 zijn of zo. En we vinden een kistje. Daar zit cactus sap in. Oh, trouwens, cactus thee. Dat vind ik oprecht lekkere thee. Als je van thee houdt, dan moet je dat echt eens een keer gaan proberen. Want cactus thee, dat is mijn favoriete thee. Ik drink niet zo heel vaak thee, maar als ik thee drink, dan is het of mint thee of cactus thee. Let's go. Kill the scorpionties. Pak ze, Zucker. Lekker, man. Ik ben zelf nog niet zo heel sterk, volgens mij. Ik heb elke keer de hulp van iemand anders nodig om iemand te slopen. Maar de Zucker die gaat gewoon keihard. En dan maak ik het wel even af samen met Epona. Hoppakee. Nou, het wordt wel tijd voor een herbergje, ja? Dat bedoel ik. Zucker die wil nu heel graag een vleermuiskostuumpie. En volgens mij staat dat hem wel leuk. Ja, dit staat je prima, jongen. Ga maar lekker dit vleermuiskostuumpie dragen. Zucker wil gewoon stiekem op Batman lijken. Oh, wat? Daar staat Ganondorf gewoon. Ik dacht echt dat die gewoon verdwenen was, hè. Ik dacht dat die gewoon met pensioen op vakantie was naar de Bahama's of zo. Maar hij is er gewoon nog. Ik ben heel benieuwd wat hij voor ons in petto heeft. We hebben een experimentenlapjas gevonden. Die is natuurlijk voor Mario. En dan gaan we natuurlijk het effect dragen, zodat hij wel gewoon op Mario blijft lijken. Alhoewel die misschien wel een klein beetje op Dr. Mario lijkt als hij zo'n lapjas aan heeft. Ganondorf, jongen. Wat doe jij hier? Ben je nog steeds lekker aan het zaggerijnen? Hij zegt, oh nee, Princess Peach. Iemand zegt, hey, hallo. Zijn wij dat? Zeggen wij hallo? Oh, het is de geest in de fles. Ik ben maar een simpele geest en ik waak over deze enorme woestijn. Een kwaadaardige tovenaar heeft me deze lamp opgesloten en kun je mij eruit halen? Ganondorf die weet het niet, maar de lamp zegt, ik zal een wens in vervulling laten gaan voor je. Je hoeft enkel over de lamp te wrijven. Ja, bijna. Ga zo door. Oké, we moeten iemand gaan kiezen die de geest uit de lamp gaat zijn. Eigenlijk moet het natuurlijk een spook zijn, dus dat moet Boo zijn. Dat is wel een rare snor dan, hè? Nou, weet je wat? We doen het gewoon. Boo is de geest uit de fles. Let's go. Met een mooie snor op zijn ondertanden. Ja, joh. Rah, eindelijk ben ik vrij. En Ganondorf zegt, hey, dude, what up? Wat is er met mijn wens? Je hebt gezegd dat je mijn wens zou vervullen, dude. Oh, Boo heeft hem in de maling genomen. Oh, ofwel. Ga je het wel doen? Nee! Boo zegt misschien dat ik de stad weer eens voer, zoals in de goede oude tijd. Tot later! Oh, Ganondorfie. Wat heb je nou weer gedaan, jongen? Hij zegt tegen mij, ik heb niks verkeerds gedaan. Ik liep gewoon rond. Hier, deze is voor jou. Hier, lamp. Gast. Gast, echt? Echt? Je gaat dit echt zo op deze manier spelen? Je gaat mij de schuld in de schoenen schuiven? Holy moly. We hebben een nieuwe stad. En we moeten 8 nieuwe characters gaan kiezen voor in de stad. We hebben een vrouwelijke bewoner die van dansen en zingen houdt. Ik vind deze Serena eigenlijk best wel cool gemaakt. Laten we het Serena kiezen. Ja, die vind ik op zich wel nice. Dan hebben we hier een babbelende opa. Die wil stiekem danslessen nemen. Een babbelende opa. Oké. Dr. Eggman van Sonic. Hij heeft wel een witte snor gekregen. Maar oké. Maakt niet uit. Hij wil graag dansen. Dan mag hij gaan dansen. We hebben hier 2 verdachte handelaren. Een sluwe meid die spulletjes veel te duur verkoopt met haar vader. Kennen jullie de Powerpuff Girls? Er is vast wel een Nintendo spel met de Powerpuff Girls. Toch? Je hebt daar Blossom, Buttercup en Bubbles. En Bubbles lijkt echt super goed. Laat even weten in de reacties of jullie Bubbles kennen. Ik vind dit wel een leuke meme. Laten we gewoon voor Bubbles gaan in Nintendopia. Helemaal prima. We importeren gewoon eventjes een Cartoon Network character. Of Nickelodeon. Volgens mij is het tegenwoordig Nickelodeon, toch? We hebben dan hier de vader van de handelaren. Ja, wie wordt dan de vader van Bubbles, joh? Serieus, bij deze Bowser kan je niet eens meer zien dat het Bowser is. Will Smith? Is er een spel van Men in Black voor de Nintendo Switch of zo? Hij lijkt wel echt goed. Of is dit
dit Brock? Gaan we Brock een plekje geven? Weet je wat? Laten we Brock een plekje geven. Brock is wel trots op zijn dochter. En hij verdient geld door te doen alsof hij ziek is. Brock is wel altijd ziek van liefdesverdriet. Oké, Brock, je bent erbij. Dan nu, de bezorgde reiziger. Reist de wereld rond op zoek naar schatten, maar vindt nooit iets. Poor guy, arme jongen. What about Kirby? Ik vind het helemaal goed. Kirby, jongen. Kirby joins the fight. Dan hebben we hier een opvliegend koppel. En die is helemaal klaar met het gemekken van zijn vrouw. Ja, dat is Scoot, jongens, van Animal Crossing. Scootje! En wie is dan de vrouw van Scoot? Want de vrouw is het weer spuugzat dat de man nooit iets serieus neemt. Wie is er een beetje een zeikerig vrouwelijk Animal Crossing character? Misschien moeten we voor Bella gaan. Bella de muis. Ja, ziet er goed uit. Bella de muis. En dan hebben we nog de woestijnster Palma. En dat is een rijke chick. Wie is een rijke chick? Is dat Jigglypuff? Jigglypuff wil wel een ster worden. Jigglypuff! Een rijke beroemdheid. Ik vind het helemaal mooi. Jigglypuff is onze rijke beroemdheid. Dus we hebben Serena, Dr. Eggman, Bubbles, Brock, Jigglypuff, Bella, Scoot en Kirby in dit nieuwe dorpie. Let's go. Het dorp in Nabijland. En daar staan Bubbles en Brock al samen te chillen. Kirby is erbij en dat is Serena. En in de volgende aflevering gaan we kijken wat ze allemaal te vertellen hebben. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!